Dinsdag 9 oktober, dit is Flevoland. Harald Bouwman, nieuwe burgemeester. OM eist cel in witwaszaak met ambulance. En boeven vangen via social media. Goedenavond. Alleen nog een formele handtekening van de minister. En dan is Harald Bouwman de nieuwe burgemeester van Noordoostpolder. De 47-jarige Bouwman zit nu nog in de politiek in Eemsmond. Maar liet vanmiddag alvast zijn gezicht zien in zijn nieuwe gemeente. Meneer Bouwman, welkom in de Noordoostpolder. Ja, dank u wel. Het is een prachtige dag, een mooie omgeving. Dus wat wil je nog meer? Wat zijn uw eerste indrukken zo? Nou, mijn eerste indrukken die zijn natuurlijk niet van vandaag. Ik heb een procedure doorlopen en die is gestart ergens halverwege juni. En ik heb de Noordoostpolder vanaf dat ogenblik een aantal keren bekeken. En het valt me iedere keer op dat ik weer andere mooie dingen zie. Dus de Noordoostpolder is echt, ja, wat ik op een andere plek gezegd heb, de vermenigvuldiging van datgene wat ik nu in Eemsmond heb. Ja. Want wat voor burgemeester bent u dan straks? Ja, dat moet je denk ik over een paar jaar vragen. Over het algemeen vind ik het leuk om met mensen te praten en juist ook vanuit de kracht van de samenleving te willen werken. Ik zie dat de Noordoostpolder daarin ook haar stappen heeft gemaakt. Ik heb kennis gemaakt met een raad, met een vertrouwenscommissie die er echt met elkaar voor wil gaan. En ja, dat lijkt me geweldig om samen met hen en het college daaraan te gaan werken. Ja, Harald Bouwman, nu dus even in zijn nieuwe gemeente. Maar hoe denken ze in zijn oude gemeente in Noordoost-Groningen erover dat hun wethouder vertrekt? Dit is nu nog het domein van wethouder Harald Bouwman. Sinds 2010 is hij wethouder namens de lokale partij Gemeentebelangen Eemsmond. Maar vanaf half december wordt hij burgemeester van Noordoostpolder. Dat is een ambitie waar meerdere mensen van op de hoogte waren. Geweldig. Ik bedoel, als iets je ambitie is en je wordt beloond met zo'n prachtige gemeente, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus ik heb hem van harte gefeliciteerd en niet alleen hem, maar zijn hele gezin. Natuurlijk weet je wel dat er wat speelt en maar het was wel even een verrassing dat het ook echt doorging. Volgens IJsinga is het een gemis voor Eemsmond dat Bouwman de gemeente gaat verlaten. Inwoners reageren wisselend. Wethouder Harald Bouwman gaat weg. Kent u hem? Nee, totaal niet. Nee. Dus dat hij burgemeester wordt in het mooie Flevoland? Zeg me helemaal niks. Nee. Nooit met hem te maken gehad? Nee, we wonen hier nog maar net 6 weken. Hij wordt burgemeester in Noordoostpolder. Echt waar? Jawel. Geweldig voor hem. Ik ken hem eigenlijk doordat hij de buurman is van een vriendin van mij. En dus eigenlijk ken ik hem ook meer, denk ik, persoonlijk dan dat ik hem als wethouder ken. Volgens de burgemeester en de fractievoorzitter is Bouwman een mensenmens en behoorlijk ambitieus. En hij heeft beschikt over een heel groot netwerk. En ja, wat hij in de kop heeft, dat wil hij ook wel graag bereiken. En dat lukt hem ook vaak. Hij weet zich heel goed te verplaatsen in de problemen van anderen. Benaderbaar ook. Hij is heel goed benaderbaar en dus ook op zoek naar oplossingen. Hij is een verbinder. Als Bouwman iets wil bereiken, dan gaat hij er volgens IJsinga echt voor. Een voorbeeld is de onlangs geopende spoorlijn tussen Rodeschool en Eemshaven. En dat was natuurlijk iets wat we altijd heel graag willen hebben. Maar als je gewoon zegt van leg de spoorlijn aan, dan wijst iedereen naast zijn voorhoofd. Want dat overkom je nooit. Maar het is hem wel gelukt. Burgemeester Van Beek heeft voor de toekomstige burgemeester nog een tip. Luister vooral, verdiep je in het dossier, weet waar men vandaan komt. Want ik zeg altijd, als je het verleden niet kent, dan ken je de toekomst ook niet. Ja, en eerder mochten inwoners van Noordoostpolder aangeven wat voor soort burgemeester ze graag zouden willen. Daar kwam uit dat de meerderheid graag een vrouwelijke burgemeester wilde. En toch is nou gekozen voor een man. We hebben echt gezocht naar de beste burgemeester voor Noordoostpolder. Echt gekeken naar het profiel. We hebben zowel man-vrouw losgelaten. We hebben ook eens gekeken naar een politieke achtergrond bijvoorbeeld. De financiële situatie van de ziekenhuizen van de MC-groep in Lelystad, Dronten, Emmeloord en Urk is vorig jaar verder verslechterd. De ziekenhuizen leden een verlies van 1 miljoen euro en het eigen vermogen is verder verslechterd tot min 4,6 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2017 dat deze week is gepubliceerd.
Over 2016 leden de ziekenhuizen ook een verlies. De nieuwe bestuursvoorzitter Sjoerd de Blok en de accountant uiten in het verslag hun zorgen. Zonder maatregelen is het voortbestaan van de MC-ziekenhuizen in de huidige vorm in het geding. Die zorgelijke situatie was voor de vorige directie en de Raad van Toezicht eerder dit jaar reden om een plan te maken om uit de problemen te komen. De directie maakte dit eind juli bekend. Het transitieplan wordt op dit moment besproken met alle betrokken partijen binnen en buiten de ziekenhuizen. De Blok wil er daarom in het openbaar nog niets over zeggen. Het Openbaar Ministerie eist 30 maanden cel tegen een 47-jarige man uit Almere die verdacht wordt van het witwassen van crimineel geld. Volgens het OM verstopte de man 2 miljoen euro in het dak van een tweedehands ambulance die hij naar Suriname wilde verschepen. De rechtbank. Het witwassen van een groot bedrag crimineel geld is een groot vergrijp, zo zei de officier van justitie. De verdachte is al eens eerder veroordeeld voor een soortgelijk delict. Voor het OM kan dit misdrijf mede daarom niet worden afgedaan met een voorwaardelijke straf of met een werkstraf. Het OM acht opzet bewezen. Voor de gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden onvoorwaardelijk met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht. Maar liefst 4000 biljetten van 500 euro zaten in het dak van de ambulance, verstopt tussen pakken koffie. En die ambulance stond klaar om te worden verscheept naar Suriname. Maar de FIOD, de Fiscale Opsporingsdienst, kreeg er lucht van. Tijdens de behandeling van de zaak hier in Amsterdam wilde de verdachte op geen enkele vraag antwoord geven. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht. Volgens de advocaat van de verdachte zijn de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie nergens op gebaseerd. Er zijn geen verklaringen, er zijn geen vingerafdrukken, er is eigenlijk helemaal niets. De raadsman vraagt om vrijspraak. Klopt de beschuldiging en het draait alles om. En wat zegt u dan? Goed, er is geld aangetroffen. Eén vraag is altijd als er geld gevonden wordt, is het misdaadgeld? Maar belangrijker nog in deze zaak is, wist cliënt van het geld? En daar zal wat mij betreft deze zaak moeten stranden. Want de cliënt wist niet van het geld in die ambulance? Het geld was niet zichtbaar, het is daarin verstopt. En er hadden meerdere mensen toegang tot die ambulance. Dus het bewijs dat de cliënt daar iets mee te maken heeft, is gewoon door het OM niet geleverd. De pijlen wijzen wel een beetje die richting uit. Meneer is ook al eerder veroordeeld voor een soort gelijkvergrijp. Eens een dief, altijd een dief is een hartstikke mooi gezegde. Maar het gezegde kunnen we niet overnemen in het strafrecht. Het feit dat hij eerder veroordeeld is, zegt niets over de vraag of hij bij deze zaak betrokken is. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak. De verdachte mag die in vrijheid afwachten. En deze week hebben wij aandacht voor de invloed van muziek op oudere mensen en mensen met een beperking. En zometeen dan zingt Milène van der Smissen in verzorgingshuis Polderburen. Dus ga met mij mee, samen naar het heerlijke droomland. Geweldig, mooi. Op begraafplaats De Wissel in Dronten is een bijzonder monument voor overleden kinderen onthuld. Ouders die een kind hebben verloren kunnen hier stilstaan bij hun verdriet. Het monument is een initiatief van de stichting Wereldlichtjesdag. Volgens het bestuur was er onder ouders grote behoefte aan. Wij weten uit ervaring, omdat wij elk jaar Wereldlichtjesdag organiseren voor de gemeente Dronten, dat is zo'n groot leed wat hun overkomt, dat je eigenlijk wat je kunt doen, gewoon er moet zijn. De namen laten horen van de kinderen, een kaarsje laten branden. En dat is zo belangrijk dat het kind genoemd wordt, dat het kind er altijd weer even mag zijn op de wereld. Daarvoor hebben we ook een monument gemaakt. Er moet gewoon troost komen voor deze mensen. En wij hopen ook dat met dit monument mensen hier even een rustpuntje kunnen vinden bij dit monument. Architect Carla Renkema is ontzettend trots op het eindresultaat. Voor haar was het ontwerpen van het monumentje een bijzondere klus. Ja, een super bijzondere klus. Een ontzettend mooie vraag ook. En maar vol de uitdaging aangegaan. En volgens mij staat er iets heel moois.
De realisatie van de Floriade-woonwijk in Almere kost niet alleen miljoenen meer. Er komt ook nog eens minder sociale woningbouw. Dat blijkt uit het plan van projectontwikkelaar Amvest, die aangetrokken is om die Floriade-woonwijk te realiseren. In de studio's verslaggever Maaike van der Bos, die zich de afgelopen dagen door dikke pakken papier heen heeft geworsteld met deze informatie. Ja, Maaike, het kost dus miljoenen meer en er komt minder sociale woningbouw voor terug. Hoe kan dat? Ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met de realisatie van het evenement, die wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022, die is veel meer financieel verweven geraakt met de realisatie van die woonwijk aan de zuidoever van het Weerwater. De gemeenteraad die koos er eind vorig jaar voor om de realisatie, de ontwikkeling van die wijk weg te zetten bij een projectontwikkelaar. Nou, via een aanbesteding rolde daar Amvest uit. Was overigens de enige partij die een geldige inschrijving had gedaan, dus ook de enige partij waarmee ze vervolgens gingen onderhandelen. En het onderhandelingsresultaat ligt er nu. Dat is dus het definitieve ontwikkelingsplan. Maar is de conclusie dan dat de gemeente gewoon niet zo heel goed onderhandeld heeft met Amvest? Nou, zou je inderdaad financieel gezien in elk geval kunnen zeggen. Al weten wij natuurlijk niet de ins en outs van die onderhandelingen. Maar de gemeenteraad die had gerekend op 1 miljoen winst. Dus de gemeente die investeert ook in die wijk. En die had gehoopt die kosten met die verkoop van de grond aan Amvest dik terug te verdienen met 1 miljoen euro winst. Maar het is onderaan de streep een verlies van 7,5 miljoen euro geworden. En het college zegt daarvan nu, dat komt eigenlijk omdat er te weinig woningen worden gebouwd. Als we nou nog meer woningen in dat gebied neerzetten, dan verdienen we er ook weer meer aan. Zijn we die 7,5 miljoen, zijn we dan dik uit. Maar dat was niet de bedoeling, toch? Nee, de gemeenteraad die had in het bestemmingsplan ook vastgelegd. 600 woningen plus 60 waterwoningen en niet meer. Dus het college komt nou eigenlijk met iets nieuws om meer te gaan bouwen. Nou, er zal vast de discussie over ontstaan in die gemeenteraad. We hebben natuurlijk ook al wat reacties gevraagd. Oppositiepartijen laten vooral weten niet blij te zijn met het idee om meer te gaan bouwen en al helemaal niet blij te zijn met zoveel miljoenen verlies op die grondexploitatie. Coalitiepartijen laten zich nog niet zo in de kaart kijken, maar ik kan me niet voorstellen dat die er blij mee zullen zijn. Vooral bijvoorbeeld de VVD en de ChristenUnie hebben toch ook veel kritische opmerkingen over die kosten gemaakt. Ja, maar hoe zit het dan nu met dat woningprogramma in die wijk? Ja, precies, die sociale woningbouw. De gemeenteraad had gezegd van die 600 woningen moet 30% sociaal worden. Ja. Bouwen voor mensen die ook wat minder geld hebben, dat ze ook in deze mooie nieuwe stadswijk kunnen gaan wonen. 30%. Maar in het plan staat nu 20%. Amvest zegt, ja, het kan anders echt niet uit. Wilt u het echt opplussen naar 30%? Kost het nog eens 4,2 miljoen euro? Ja, het college zegt dus, nee, dat vinden we te veel geld. 20% is dan ook goed. En wat vindt de raad daarvan? Ja, wederom zal hier veel kritiek op komen. Collegepartijen laten zich dus nog niet helemaal uit over dit onderwerp. Maar bijvoorbeeld linkse collegepartijen, zoals de Partij van de Arbeid en GroenLinks, die hebben ook gehamerd op die 30% sociale woningbouw. Dus ook zij zullen hier toch echt wel kritisch over zijn. Ja, nou, de komende weken praat de gemeenteraad ongetwijfeld op de politieke markt verder over dit onderwerp. Ja. En dan kom jij vanzelf weer terug om daarover te vertellen. Maaike, dankjewel. De politie in Zeewolde heeft een spel via social media geïntroduceerd om inwoners attent te maken op verdachte situaties in het dorp. En dat spel heet Boef in de Wijk. Het spel Boef in de Wijk was amper 10 minuten begonnen of de eerste boef werd al ontdekt door jongeren op de fiets. Een boef, gespeeld door een agent in Burger, werd gelijk in de boeien geslagen. Dan bent u aangehouden en dan mag u met me meekomen. Doe ik even de boeien om. Dan gaan we naar het politiebureau toe, meneer. Ja. Bedankt, jongens. Agent Francis Nijmeijer van de politie Zeewolde zit op kantoor en regisseert het spel via de sociale media. Het spel Boef in de Wijk is een interactief spel voor de Zeewoldenaren. En de bedoeling is dat zij onveilige situaties en verdachte gedragingen van personen in de wijk gaan herkennen.
Voordat het spel begint, geeft Nijmeijer instructies. We hebben drie boeven, hebben wij de wijk ingestuurd. Dat zijn politiecollega's in burger gekleed, in normale kleding. En zij zijn in verschillende delen van Zeewolde, hebben zij zich als boef opgesteld. Op sociale media wordt er een melding verspreid dat er bijvoorbeeld een fictieve inbraak is geweest of een fictieve vernieling is gepleegd. En dat de boef die en die kant op is gelopen. En door middel van tips en trucs die om de 5 minuten via sociale media worden uitgegeven, is de bedoeling dat de burgers de boef vinden. Ja, deze was nog wel makkelijk. We wonen hier in het dorp, dus het was snel deze kant op. Hoe herken je hem nou? Ja, hij stond hier zo te praten, dachten we, nou, hij lijkt wel verdacht. Dus zijn we deze kant op gekomen. Voor jongeren die veel op social media zitten, is dit een leuke manier om je bewust te worden van boeven in de wijk. Maar wat hebben ouderen eraan, zoals die 71-jarige mevrouw die via social media 3000 euro afhandig werd gemaakt? We hopen dat we inderdaad wel die dame bewust kunnen maken van situaties of gedragingen in de wijk die haar opvallen. Dat ze zegt, hey, dat is opvallend, ik hoop dat dat me niet verder gebeurt. Ouderen wil de politie bereiken met de traditionele media, krant, radio en televisie. Op de social media stromen intussen de reacties binnen op dit online spel Boef in de Wijk. Ja, het gaat echt heel erg hard. Ja, het gaat maar door. Af en toe moeten boeven ook echt even wachten. Want de eerste boeven zijn al heel snel na elkaar gepakt. Ja, eigenlijk wel. Want ik liep eigenlijk vanaf Valken uit. En ik liep eigenlijk een beetje te koekelen. Omdat ik geheel onbekend ben natuurlijk in Zeewolde. En ik moest naar de Zeelte toe lopen. Dus ik dacht, nou, ik ga maar even kijken. En toen ik hier zo even stond te kijken. En toen kwamen ze al van aanfietsen van, hey, bent u de boef? Wie van jullie heeft de boef gevangen? Ik. Echt waar? Ja. En was dat moeilijk? Nee. Hebben jullie veel last van boeven hier in Zeewolde? Waar wij wonen in de straat best wel af en toe, ja. Dus, komt goed van pas. Ik wil niet zeggen. We letten allemaal weer goed op. En het enthousiasme is zo groot dat de politie van plan is om het spel Boef in de Wijk in het voorjaar van 2019 weer te spelen in Zeewolde. Mensen met een ziekte of beperking kunnen vaak maar moeilijk naar een theater of optreden. De stichting Diva Dichtbij komt daarom naar deze mensen toe. In verpleeghuis Polderburen in Almere zien we hoe een optreden binnenkomt bij de patiënten. Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nu zijn ze op de goede weg. Het is heel direct en ja, deze mensen zijn ziek. Dus het is voor mij ook best wel confronterend. Mag ik u een kus geven? Ja. Ja. Ik ga vandaag zingen voor Diva Dichtbij. Hier in een zorginstelling in Almere. En ik ga zingen voor mensen met dementie. Voor mensen die langdurig ziek zijn, zelf niet meer naar het theater kunnen. Hallo! Ik ben op muzikale reis vandaag. En daarmee hoop ik zo'n hele mooie middag te bezorgen met momenten waar misschien herinneringen opkomen of vreugde, een traan, om ze weer eventjes te laten leven. This thing called love, he cries like a cradle all night. It swings, sweet hoor. It jives, it shakes all around like a jellyfish. I kinda like it. This crazy little thing called love. I'm dreaming. There goes my baby. Ik ben professioneel zangeres, maar het is eigenlijk, ik zou het onder doen als ik het alleen maar werk zou noemen. Het is echt. Ja, je maakt contact met mensen. Dus het gaat niet om op een podium een paar liedjes zingen als entertainment. Dat is het niet. Het gaat echt om contact maken met mensen. Mensen dichter bij hun gevoel kunnen laten komen. Bij die ene herinnering die ze misschien ergens achterin hebben zitten. Oh, my heart. Komt die de dansbreak? Dus het is wel, en het is ook voor mezelf tijdens mijn opleiding. Ik heb best wel wat podiumervaring. Maar het is echt anders. Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag. En ik hou van jou tot de wij zonder dauw. Ja. En de echo niet laat met een lach. Als je voor iemand zingt die applaus en you're so great en halala, leuk entertainment biertje erbij. Dat is natuurlijk een heel, is heel iets anders dan dat je iemand eigenlijk pijn ziet hebben. Of
Dat je iemand aankijkt en eigenlijk door de ogen heen ziet, we zijn ergens nu. En dat voelen, dat, ja, het gaat om voelen. Tulpen uit Amsterdam, duizend gele, duizend rode, mensen jou het allermooiste. Ik vind het echt ook een, voor mezelf echt een toevoeging aan de samenleving. Ik heb echt het gevoel, hè, want ik vind heel veel dingen leuk, ik ben echt zangeres, ook acteren. Maar dit is iets, ja, dat is... Ja, dat klinkt misschien een beetje... geef jezelf ook heel veel liefde of zo, of voldoening uit terug. Omdat je dus echt iets betekent. En nou goed, ik doe het nog maar net. Maar er zijn heel veel diva's, divo's die echt al best wel een paar jaar meedraaien. We bestaan ook al sinds 2007. Dus dat betekent al 11 jaar dat Diva Dichtbij bestaat. We groeien ook alleen maar. Wat ik al zei, 700 optredens per jaar. Dus dat betekent ook, er is vraag naar. Het is een mooi concept, een mooi iets. Dus ik denk, ja, zolang ik daar zelf voldoening ook uit blijf halen, zou ik dit blijven doen. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints, oh, when the saints go marching in. Go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in it. En dan gaat ze, Diva Dichtbij, Milène van der Smis. En dit was Flevoland op deze dinsdag. We gaan zo naar het weer met Diana Woei. En meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl. Geniet van je avond. Graag tot morgen.